In deze film ga ik de huidtonen wat warmer maken. En om die huidtonen warmer te maken, moet ik eerst een kleur uitkiezen. En natuurlijk werken we met een manier waarop we nog altijd terug kunnen. Dus ook in dit geval werken we met bijvoorbeeld aanpassingslagen. En die vind je hieronder bij dit zwart-witte bolletje. En als je daarop klikt, dan kies je voor een volle kleur. En de kleur die je nu kiest is gewoon een lekkere warme tint. En ik kies voor oranje. En we kunnen het later altijd nog aanpassen. Nu bedekt deze volle kleur heel mijn foto. Dat is dan weer niet de bedoeling. En ik ga gewoon naar het laagmasker wat erbij zit. Ik klik daarop. En met Ctrl-I maak ik dat ongedaan. En mijn volle kleur zit wel boven de foto, maar is niet zichtbaar. Hij wordt volledig geblokkeerd door het zwarte masker. En nu is het de zaak dat we de huidtinten gewoon weer zichtbaar gaan maken. En dat doen we heel simpel door gewoon een selectie te maken van de huid. Dus ik klik even op de achtergrondlaag, de laag waar de huid zich bevindt en ik pak hier de snelle selectie tool en ik ga gewoon over het gezicht heen. En als je nou je selectie wil uitbreiden, zorg dan dat de plusmodus is aangevinkt. Die vind je hierboven in het midden. En ik heb zo een vrij aardige selectie. Eventueel kun je nog wat inzoomen en bepaalde dingen deselecteren. Dus terug naar de snelle selectie-tool en dan klik ik hier op het minnetje. En dan kan ik weer dingen van de selectie afhalen. Dit stukje er ook nog bij. Nou, dat is veel te veel. En dan haal ik er dit weer af. Heb ik nu een erg nette selectie? Nee, dat niet. Hij is vrij grof. Maar dat maakt niet uit, het wordt gewoon een heel zacht effect. En die, die grove selectie die valt eigenlijk dadelijk gewoon niet op. Nou, nu kan ik in mijn masker van mijn kleurenvulling vertellen dat wat er geselecteerd is, de huid, dat het daar wel zichtbaar moet zijn. Dus ik klik op mijn masker en mijn masker wordt actief. Dat zie ik door de hoekjes die er omheen komen. En ik druk heel simpel op Ctrl-I om mijn selectie daar actief te maken. Om mijn selectie eigenlijk om te keren. En je ziet ook in het masker dat er een stukje wit wordt. En in de foto zie je dat de kleur naar voren komt in het gebied wat we geselecteerd hadden. Nou, de selectie is nog steeds actief. Dus ik druk op Ctrl-D om die op te heffen. En vanaf hier kan ik dus verder gaan borduren. Nu ligt die volle kleur op de huid. En die is gewoon meteen heel grof. Je ziet helemaal geen details meer van de huid daaronder. Als ik bijvoorbeeld de laag uitzet. Je ziet hier haar knokkels. Die zie je niet meer terug als we de laag volle kleur hebben aangezet. Maar als ik nu de dekking verander van normaal naar vermenigvuldigen. Dan zie je dat die details opeens veel meer terugkomen. En je snapt al een klein beetje welke kant we uitgaan. Ik zie overigens dat ik hieronder nog een klein foutje in het masker heb zitten. Geen probleem, ik kan het masker gewoon aanpassen. Zorg dat het masker geselecteerd is. En met de kwast zwart en wit kun je dingen uit en aanzetten. Dus ik verf dit gewoon even met zwart in. Om nu de tint gewoon op het model te leggen, dit is veel te veel. En eigenlijk is het enige wat je moet doen, de dekking verlagen. En ik verlaag hem zo richting de 20%. En je ziet dat mijn harde selectie, dat die eigenlijk gewoon helemaal ja, wegvalt ten opzichte van de rest. Het is gewoon te zacht. Eventueel kun je, zoals ik net al zei, nog een klein beetje aanpassen. En laat ik het zo in principe maar eens houden. Als ik het nu even uitzet. Dan zie je dat ze op haar neus en op haar knokkels en hier op haar schouderblad. toch wel een klein beetje een soort van highlight heeft. En die gaat hier eigenlijk een beetje verloren. Zeker op het schouderblad. Nou, die kan ik nog gewoon heel makkelijk terugtoveren met een laagstijl. En dat doe je gewoon door te dubbelklikken op een leeg stukje in de laag. Dan krijg je het laagstijlen menu voor je neus. En dan heb je hieronder de balk waarbij het effect wordt toegepast. rekening houdend met de onderliggende laag. En ik ga gewoon de hooglichten een klein beetje naar links slepen. En je ziet dat ze er terugkomen. Nou, en om dat vloeiend te maken haal ik dit uit elkaar. Ik hou de Alt ingedrukt. En als ik nu klik op het piramidetje dan zie je dat het zich opsplitst. En dan wordt dit een verloop. En ik klik op oké. OK. En zo eenvoudig is het dus gewoon om een huid die een beetje bleekjes is een klein beetje beter te tinten. En wil je nu de kleur veranderen? Dubbelklik gewoon op de kleur en kies iets anders uit wat misschien mooier past. Ik zou zeggen, voor zover weer, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!